Welkom bij Leeuwarden Actueel van maandag 15 maart 2010. Van 12 tot en met 14 maart was het WTC-expo weer het domein van de vrouw tijdens de beurs Vrouw. Dit evenement stond in het teken van shoppen, beleven, proberen en ervaren. Het thema dit jaar was een reis door Zuid-Europa. Er was van alles te vinden, zoals leuke accessoires voor in huis, kinderkleding, boeken, bruidsmode en massages. Verder was er de zomerse vrouwmodeshow en konden de vrouwen zich laten verwennen bij de beautystands. Ook was er een swingende workshop Zumba en konden klompen gepimpt worden. Vrouw zijn voor mij betekent toch wel een bijzonder onderdeel van de samenleving. Als vrouw zijnde heb je natuurlijk een heel ander beeld dan mannen van de wereld, dat sowieso. Maar al die vrouwen en alles hier bij elkaar, ik denk dat we elkaar hier wel goed kunnen vinden. Op 10, 11 en 12 maart organiseerde de provincie voor de 19e keer het Fries Jeugdparlement. 8 scholen uit de hele provincie deden hier aan mee met een groep leerlingen in de leeftijd van 15 tot en met 18 jaar. Elke school vormde een politieke partij en de leerlingen hadden 2 dagen de tijd om plannen te maken. Deze werden dan op de 3e dag aan het parlement voorgelegd. En wat betekent het FJP voor jou? Nou ja, dat wij ook wat te zeggen hebben in de provincie en dat dat dan niet alleen maar oude mannen en vrouwen in pakken zijn die alles voor ons beslissen. Wat betekent FJP voor jou? Nou, voor mij zijn het gewoon 3 dagen ontzettend leuk. Je leert er ook ontzettend veel op deze dagen. En ik heb me vrijwillig aangemeld, dat wel. Maar ook gewoon, ik wist niet precies wat het inhield. Maar ik vind het tot nu toe echt ontzettend leuk in mijn beide gedaan heb. En je wil later ook de politiek in? Nou, ik heb erover na zitten denken, maar ik weet nog niet zeker wat ik ga doen. Wat betekent de FJP voor jou? Inderdaad 3 hele gezellige dagen. Lekker debatteren, leuke plannen bedenken en dan hopen dat ze aangenomen worden. En wat is voor jou het belangrijkste punt wat aangenomen zou moeten worden? Ik denk toch wel dat We Buddy plan, want dat is wel een heel goed plan vond ik dat. Dat ze kinderen die gepest worden gaan helpen en zo, want dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar ook het plan om eilandkinderen een goed gastgezin aan te bieden vond ik ook heel erg belangrijk, want iedere jongere die verdient gewoon een goede opleiding. En waarom heb jij voor de FJP gekozen om daar aan mee te doen? Nou, ik vind het heel belangrijk dat jongeren ook iets in te brengen hebben. Vooral in onze eigen provincie kunnen we op deze manier iets aan bijdragen. Jij wil later ook de politiek in? Nee, dat niet. Wat is voor jou het belangrijkste punt wat hier deze 3 dagen besloten is of besloten werd? Van milieu. Ze hadden een voorstel over dat scholen milieubewuster worden. En ik vind milieu wel een heel belangrijk punt. Want in de toekomst is het ook heel belangrijk. En het gaat niet zo heel goed als met alle vervuiling en zo. Ik vind dat we daar echt bewust mee om moeten gaan. Waarom heb jij voor de FJP gekozen? Ik kwam op school en het voorstel werd gedaan wie mee wou doen. En toen hadden heel veel mensen gezegd dat ik mee moest doen. En het leek mij ook zeer leuk om eraan mee te doen. Dus vandaar dat ik hier ben. Waarom denk je dat mensen jou naar voren gedragen hebben om mee te doen? Omdat ik altijd wel mijn woordje klaar heb op zich en toch vrij sterk voor mijn mening uitkom wanneer ik een mening heb. Dus de politiek is ook echt wat voor jou? Ja, ik denk misschien erbij. Ik denk niet dat fulltime politiek wordt, maar misschien erbij nog mijn politieke partij. En wat is voor jou het belangrijkste punt deze 3 dagen? Uiteraard ons eigen punt van economische zaken. Dat is wij willen een campagne opstarten tegen drop-outs, mensen die eerder stoppen met hun school en dat ze geen diploma hebben en dus eigenlijk geen toekomst. Ik denk dat dat een probleem is. En waarom heb jij ervoor gekozen om mee te doen met de FJP? Nou, op school werden we uit de les gehaald en werden we uitgekozen of mee wilden doen. En ja, het leek me wel een leuk idee, dus ik heb ja gezegd. En waarom precies wou je graag meedoen? Het leek me een leuke ervaring. Gewoon ja, echt ervaring opdoen voor, en hoe het echt werkt. Ik snap nu beter hoe het in het echt ook gaat op de tv. Wat is voor jou het belangrijkste punt wat hier deze 3 dagen besloten is of nog besloten moet worden? Dat is natuurlijk mijn eigen punt. Ik zat in de commissie Economische Zaken en we hebben een campagne opgericht tegen drop-outs. Dus ik vind eigenlijk dat die moet winnen natuurlijk. En waarom doe jij mee met de FJP? Nou, ik werd gevraagd door een maatschappijlerares en zij vroeg, wil je meedoen? En ik dacht, ja, dat wil ik, want ik was al heel lang en ik dacht, ja, natuurlijk ook meedoen. Heb jij ook ambities om in de politiek verder te gaan?
Nou, ik denk er wel over na om eventueel nog verder met het Europees Parlement of zoiets mee te doen. Maar ja, ik denk er wel over na. En wat is voor jou het belangrijkste punt deze drie dagen? Ik denk dat het plan dat scholen beter met milieu bezig zijn. Omdat dat... Omdat we nu met de hele wereld, omdat de hele wereld zo achteruit gaat met klimaat, ik denk dat dat heel belangrijk is. De organisatie van het Bevrijdingsfestival heeft de artiesten voor het 19e Bevrijdingsfestival in Friesland bekendgemaakt. Dit jaar wordt gevierd dat Nederland precies 65 jaar geleden is bevrijd en het landelijke thema is vrijheid wereldwijd. Junkie XL is dit jaar de ambassadeur van de vrijheid en gaat optreden op het Oldehoofse Kerkhof. Verder zijn er op 5 verschillende podia in de stad optredens van onder andere Miss Montreal, Bertolf en Lucky Fons de derde. Ilse de Lange sluit het festival rond 10 uur 's avonds af. Dit was Leeuwarden Actueel van maandag 15 maart 2010. Tot ziens!